Wij gaan nu op weg om de winnaar te verrassen. Gaan jullie mee? Nou, dan gaat de deur open, Arnoud. Ik ben echt heel benieuwd. Ah, er liggen allemaal leuke dingen in de auto. Kijk eens. Geen wethouder. Geen wethouder. Hey, prachtige bosbloemen. Nou, we gaan snel naar binnen, Frans. Tweede geworden als onderneming van het jaar 2022 in Almere. Super. Allereerst gefeliciteerd SNS. Fantastische prestatie. Jullie zijn de terechte winnaar van deze ondernemingsprijs. Ja, de nominatie voor onderneming van het jaar 2022 kwam voor ons echt als een mooie verrassing. En een fantastische aanloop naar ons lustrumjaar volgend jaar. Want de Travel Health Group bestaat volgend jaar 30 jaar. En dan zijn we dus ook al 30 jaar in Almere. En deze nominatie voor als onderneming van het jaar 2022. Dat heeft eigenlijk een soort wervelwind aan publiciteit gegeven. Ook dat helpt, want hoe meer mensen weten waar wij mee bezig zijn, dus dat wij echt een groot probleem aan het aanpakken zijn hier in Almere, hoe beter dat is. Jammer dat je nu nog niks kan zien, hè? Ja, man. Lekker, maat. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, dank je. We zijn de winnaars. Dank je wel. Superleuk. Hier is een onderneming van het jaar 2022. Nou, prachtig. Alsjeblieft. Super. Ja, mooi. Prachtig. Hey jongens, van harte gefeliciteerd. Jullie zijn inderdaad de winnaar. De onderneming van het jaar 2022. En het was vast even spannend, maar jullie kunnen heel trots op jullie zelf zijn. Wij zijn trots op jullie. Jullie hebben enorme inzet gepleegd. We hebben natuurlijk als jury gekeken naar jullie bedrijf. 13 jaar geleden gestart, hè? Met z'n tweeën. From scratch helemaal opgebouwd. 90% al meer dus in dienst. Dat is ook wel een teken. Jullie helpen heel veel bedrijven met hun online oplossingen. Maar zijn ook daarnaast actief heel betrokken bij Almere. Bijvoorbeeld sponsor van Almere City. Betrokken bij de Almeerse Voedselbank. Maar ook daarbuiten met Free a Girl. Dus heel betrokken. Ondernemers die zich echt inzetten, ook echt Almeerse medewerkers, maar ook heel bewust omgaan met het continu opleiden van het personeel. En dat heeft zich ook wel geuit. Wij zijn als jury natuurlijk, hebben de bedrijven bekeken, twee hele bijzondere bedrijven genomineerd. Jullie hadden een geduchte tegenstander met landelijke bekendheid, dus dat betekent echt wel wat om daarnaast genomineerd te zijn. En toch hebben jullie gewonnen. En niet zomaar gewonnen, van de stemmen. Hebben jullie 75%. Ja, dus van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dankjewel Maaike. Ik wil je hartelijk feliciteren. Heel gefeliciteerd met deze mooie prijs. Ik denk dat dit echt een waardering is van de stad Almere naar jullie. En jullie hebben het verdiend. Ik ben hier zelf ook als jurylid op visite geweest, om het zo te zeggen. En ik heb jouw enthousiaste verhaal aangehoord over hoe jullie dit bedrijf begonnen zijn. Twee broers vind ik fantastisch. En die samenwerking die jullie hebben gedaan. Maar wat ik inderdaad ook ontzettend mooi vind, is dat er zoveel Almeerse mensen hier aanwezig zijn. En dat jullie iedereen een kans geven. Wat mij heel erg aansprak was het feit dat ook al heb je iets anders gedaan. Jullie geven mensen gewoon een kans om hier toch te kunnen groeien. En zichzelf neer te kunnen zetten. En volgens mij, ik dacht meteen, nou, ik wil hier ook wel werken. Ja, dat is het. Het is wel gezellig. Ja, nou, ik heb hier ook vanmorgen al even een tijdje mogen zijn met jullie. Dus ik vind het een fantastisch bedrijf. En ik gun het jullie van harte. En maak er iets moois van. Geniet ervan. En jullie gaan fantastische feestdagen in, denk ik. Dankjewel. Gefeliciteerd. Prachtig.
De wedstrijd hebben we echt als team fantastisch ervaren. Ik moet wel zeggen, ook als ik namens mijn broertje spreek, dat het mooi was om te zien hoe onze klanten, collega's en de rest betrokken waren bij de strijd. Dus hetgeen waar we invloed op hadden, het stemproces, ja, dat hebben we zo goed mogelijk proberen te doen. We raden iedereen aan om mee te doen aan de strijd voor de onderneming van het jaar. Los van dat het een superleuke nominatie is en het proces daarnaartoe, is het natuurlijk ook prachtig om jezelf op die manier in de kijker te zetten en kans te maken op zo'n mooie prijs. Proost!